John Hertog is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Roosendaalse Gemeenteraad. Hij volgt Martijn Ten Harmsen van de Beek op. Ten Harmsen voelde zich gedwongen om terug te treden. Zijn functie als directeur van een bureau dat het bedrijfsleven en de overheid adviseert, kon hij niet langer verenigen met een raadslidmaatschap.